De stukjes moeten voorzichtig uit de plankjes worden gehaald en dan vervolgens op de goede manier in elkaar worden gezet. Er is weinig gereedschap nodig, schuurpapier en een kaars om iets glad te maken, hulphoutje om het eruit te prikken, een kniptang of mes om de prikkertjes op het juiste formaat te krijgen en een schaar om af en toe een elastiekje te knippen. Elastiekjes knopen is een kunstje waar je even wat handigheid in moet krijgen. Soms is het handig om het om een potlood, een mesje of een ander voorwerp te vouwen, waardoor het het juiste formaat krijgt. De prikkers kunnen op verschillende manieren op het juiste formaat worden gebracht. Met behulp van het hulphoutje en de maatverdeling, maar je kunt het ook rechtop zetten. Met twee plankjes wordt het twee keer zo dik enzovoort. Door de prikkers vooraf met behulp van het hulphoutje of het werkelijke voorwerp een paar keer te passen, weet je zeker dat het straks goed in elkaar gaat zitten. Werken met schuurpapier en een kaarsje om in te vetten is handig om het glad te krijgen, onderdelen goed in elkaar te schuiven, maar vooral ook om de beweging goed te laten lopen. De controle van de beweging is ook super belangrijk. Symbolen op de pagina's geven aan waar je extra alert op moet zijn. Hier gaat het over schuren en glad maken met wax. Het uitroepteken laat zien dat je echt even goed moet opletten op richting of manier van montage. Dit symbool laat zien dat de onderdelen moeten kunnen draaien. Controle is heel belangrijk. Af en toe moet erop worden gelet dat de prikkers aan beide kanten even ver uitsteken. Een enkele keer moeten onderdelen links-rechts gespiegeld worden gemonteerd. Dit plaatje betekent dat er stokjes op het juiste formaat moeten worden afgesneden. Dit teken staat bij de onderdeeltjes die als reserveonderdelen zijn opgenomen op de plankjes. Het is vaak belangrijk om vooruit te kijken om te zien wat het onderdeel op een volgende pagina gaat doen en op welke manier het wordt gemonteerd. De instructiefilm gaat gewoon de handleiding bij langs, maar is wel een heel versnelde weergave. Veel succes met bouwen! We beginnen op pagina 4 met houdertjes voor het aandrijvingssysteem met een heleboel elastieken. Moet even geborgd worden met een pennetje. En dan kunnen de elastieken daar aangemaakt worden. Even zorgen dat ze er goed overheen vallen. Ik heb er twee aangezet en dan het tandwiel er doorheen. En aan de andere kant ook op de goede manier vastzetten. Waarbij zoveel mogelijk geprobeerd moet worden om de lengte hetzelfde te houden. Het kost even wat tijd en geduld, maar in de film is het wat sneller weergegeven. We gaan verder met een tandwiel waarbij de tanden één kant op wijzen. Goed om daar iedere keer even op te letten dat je de juiste richting gebruikt. De kleine pennetjes erin. En dan kan die vastgemaakt worden aan het tandwiel wat daar over de elastieken zit. Even zoeken naar de juiste plek. En dan stevig aanduwen. Er komen twee
borgstukjes overheen. Ook even goed op de pennetjes plaatsen. En als dat klaar is, komt er aan het eind nog een rondje dat ook weer met een klein stukje prikker moet worden geborgd. Het juiste deel moet dan geplaatst worden in het grote onderdeel en daar komt een soort kogellager bovenop. Er moeten van die hele kleine rondjes ingepriegeld worden. En als ook de laatste erin zit, kan het afdekplaatje erop. En dat dan moet weer geborgd worden met een klein pennetje. Het moet natuurlijk wel goed kunnen draaien. Op het plaatje moeten een aantal nokjes worden gezet op de juiste plek. En dan moeten er twee elastiekjes worden gemaakt. Eentje van 6 mm, eentje van 8 mm. Even puzzelen om het op de juiste lengte te krijgen en op de juiste plek. Belangrijk om ze goed in de gleufjes te hebben, zodat ze vast daar blijven zitten. Er komt een onderdeeltje, een soort schakelaar, die het systeem straks moet blokkeren. Eerst de rondjes erop die goed glad moeten zijn, zodat ze vrij kunnen draaien. Het elastiekje eraan. En dan passen de rondjes precies in hun ruimte daarvoor, zodat ze goed kunnen draaien. Aan de andere kant komt nog een soortgelijk systeem. Gepriegel, waarbij het iedere keer weer even losgaat en teruggezet moet weer op zijn plek. Maar als het één keer zit, dan kan het werken als blokkeermechanisme als er opgewonden wordt. Ondertussen moet er gewerkt worden aan een ashouder die daar opzij geschoven moet worden. Tandwiel moet daardoor met weer een prikker precies door de gaatjes. Tandwiel moet vrij kunnen draaien natuurlijk. Er komt een asje met een paar tandwieltjes erop. De goede tandwielen op de goede plek. En natuurlijk zijn ze even gecontroleerd op oneffenheden en eventueel geschuurd en met was bewerkt. Die kunnen op de juiste plek worden geplaatst. En dan aan de onderkant moeten er een paar prikkers in om te zorgen dat het stevig vastzit. En weer controle of het goed draait. Een volgend stukje waar een as in moet komen. Daar komt dat kleine rondje in. Moet soepel kunnen draaien. Tandwiel. En dan kan de as daar worden ingedrukt. En weer even controle of het inderdaad vrij draait. Er komen weer een paar onderdeeltjes op waar straks prikkers doorheen moeten kunnen. En een paar staande onderdeeltjes. Aan de onderkant weer het een en ander borgen. Een gepriegel met de kleine stukjes hout.
En het is goed om van tevoren ze uit te proberen, dat je zeker weet dat het gaat lukken. Er moet ook nog weer een elastiekje aankomen. En een onderdeel wat eruit ziet als een soort schakelaar, wat straks functioneert om de pendel wel of niet aan te zetten. Ook hier weer verbonden met een prikkertje. Er komt een slingerdingetje die deel uitmaakt van het versnellingssysteem. Op de juiste manier, op de juiste plek. Belangrijk om het stokje daar dus stevig in te hebben. En dan gaan we 4 keer een tandwielsysteempje maken, waarbij een tandwiel verbonden wordt met een klein rondje. En dan komt er nog een aparte bij, waar het tandwiel aan beide kanten uitsteekt. De tandwielen op de juiste plek leggen. En als het goed is, dan draaien ze op elkaar in. Nog eerst een tussenplaatje. En dan ook daar de tandwieltjes erop. En nou moet de andere kant erop gezet worden, maar eerst daar weer een aantal nokjes aan. Met daar weer een prikker doorheen. En dan moet het tweede onderdeel eroverheen. Dus even een geduldkwestie om te zoeken naar de verbindingen. Niet alleen de prikkertjes van de tandwieltjes moeten op de juiste plek zitten, maar ook de nokjes die erin zitten. En ondertussen moet het stuk met de elastiek er doorheen, waarbij niet er elastiekjes tussen blijven klem zitten. En als het goed is, dan kun je daar al zien dat de tandwielen op elkaar indraaien en het systeem een beetje werkt. Er moet een onderdeeltje komen wat over de prikker past, die daar van het versnellingssysteem zit. Even stevig aandrukken en ook daarin kun je zien hoe het ongeveer functioneert. Weer een aantal nokjes die straks voor de verbinding zorgen. En een prikker die erin moet komen te staan. Even scherp afknippen dat ze niet ergens storen. En dan beginnen we met de versnellingshendel. Hendel komt op het plaatje. En dan weer een paar prikkertjes erin. Twee steken eruit aan de onderkant en twee aan de bovenkant. En dan kan die daar zo gezet worden dat de prikkers in het gleufje glijden. Er komt weer een elastiekje. Kleine onderdeeltjes. Meer geduldwerk dan kracht of precisie. En dan de onderdeeltjes op de juiste plek zetten. En het elastiekje verbinden met het nokje. We gaan beginnen met een volgend onderdeel. Een plaatje waar een aantal onderdelen op moeten.
het onderdeel waar de versnellingshendel doorheen loopt. Dat kan zo geplaatst worden dat de hendel er doorheen past en de gaatjes precies op de nokjes vallen. En dan is het, als het een keer past, even stevig aanduwen. De prikker kan bijgesneden worden. Dan gaan we al een raampje aan een zijkantje plaatsen. Even stevig opgezet. Dan moet er weer een onderdeeltje komen waar een paar nokjes op komen voor de verbinding straks. En opnieuw een elastiekje. Past er precies overheen. Met behulp van een paperclipje haal ik het elastiek er doorheen. Dat gaat een stukje vlotter dan dat ik het met mijn vingers probeer. Maar het blijft even gepriegel om het goed vast te krijgen. De schakelaar werkt en dan krijgen we weer een tandwiel waarbij de tanden de één kant op wijzen. En dat wordt de andere kant van het aandrijfmechanisme. Even goed kijken of die daar makkelijk indraait. Om het tweede plaatje erop te zetten moet even dat schakelaartje weggewerkt worden, zodat hij daar tegen het tandwiel aanvalt. En dan stevig verbinden met de nokjes. Dan kan die er als afdekplaat bovenop. Ook hier weer zoeken naar de juiste verbindingen. En pas als dat gelukt is stevig aanduwen. Nu kan het aandrijfsysteem met het elastieke haakje er doorheen worden geduwd en dan kan de opwindknop er overheen worden geplaatst. En dan kan dat ook weer geborgd worden. Een luxe stoel voor in de cabine. Moeten er twee van worden gemaakt. Bij één heeft hij wel een iets afwijkende vorm. Moet even stevig worden aangedrukt natuurlijk. Volgende onderdeel zijn eigenlijk pedalen die de pendel aansturen, aan of uitzetten. Zijn eigenlijk, als hij één keer in elkaar zit, nauwelijks meer te bedienen van binnenuit. Ook met een prikker er doorheen. De bediening zal vanaf de onderkant moeten plaatsvinden. Maar zolang de cabine er nog niet op zit, kan het ook zo. We gaan aan het werk met het motorblok. Daarbij moeten onderdeeltjes als een soort van puzzelstukjes in elkaar worden gezet. Past op een manier goed in elkaar en dan kun je het zo in elkaar schuiven. Ook een klusje waar je even rustig de tijd voor moet nemen. Dan komen de zuigerstangen erop en dan kun je dat met een hulppennetje even vastzetten, zodat het in zijn goede richting blijft staan.
En als dat 6 keer is gelukt, kunnen we verder met de cilinders. Met behulp van wat prikkers verbinden we 3 van die onderdelen. Even voorzichtig doen en kleine stukjes tegelijk, zodat er niet te veel kracht nodig is, want dan loop je de kans dat het breekt. En als het 1 keer in elkaar zit, de punten er natuurlijk netjes af. Dat past over de zuigerstangen heen. En kunnen daarboven op die stangen de zuigertjes worden geplaatst. Die ringetjes moeten stevig worden aangeduwd. En dan kun je checken of het inderdaad goed daardoorheen beweegt. Er komen aan beide kanten ringetjes die soepel moeten kunnen draaien natuurlijk. En dan komen daar de zijkantjes op. Moet even stevig vastzitten, komt straks wat kracht op. Een mooi stukje motorblok. Aan de zijkant van het motorblok komt een tandwieltje. En dan kunnen de hulphoutjes er weer af. Even checken of het goed draait. En dan gaan we aan de gang met de pendel. Een soort grote hamer die stevig in elkaar gezet moet worden met een paar pennetjes. En dan komt het aan een plankje. Aan de zijkanten komen wat pennetjes die straks het boeltje moeten tegenhouden. Er moet nog een plankje worden gemaakt met een paar onderdeeltjes op de goede manier erin geplaatst. En als dat is gelukt, dan kan dat met het schuifje stevig aan elkaar worden verbonden. Er komt nog een onderdeeltje op en aan de zijkanten 2 stukjes. En daar past het plankje met de pendel precies tussen. Even zoeken naar de juiste verbinding. En dan kan die mooi makkelijk heen en weer. Opnieuw een onderdeeltje met een nokje erbovenop dat geborgd moet worden met een pennetje. Dan komen er de onderdeeltjes van de vooras bij elkaar. Daar moet een systeempje komen waardoor het kan sturen. Daarom bestaat het uit een flink aantal onderdelen. Natuurlijk ook hier weer moet het goed in elkaar kunnen draaien en moet er even op gelet worden dat onregelmatigheden zijn weggehaald. Geborgd. En dan wat stukjes eraan
ook die weer zo dat ze daar stevig op zitten. Een paar pennetjes in kleine wieltjes die er stevig in moeten zitten. Dat zijn gevoelige onderdeeltjes die er nogal makkelijk afvallen. En deze stang moet dan verbonden worden met die as, waardoor het straks allemaal goed kan bewegen en sturen. Er komen een heel stel wieltjes op en nogmaals, die moeten goed glad zijn. Ook aan de andere zijkant. En dan komt dat eerder gemaakte plankje er bovenop. Ook daar weer wat rondjes op. En die moeten geborgd worden. Natuurlijk allemaal netjes bijgeknipt. Er komt een elastiekje, zodat het verend wordt gemaakt. En dat gebeurt aan de andere zijkant precies hetzelfde. Ze worden vastgemaakt aan de zijkanten. En dan moet het deel met de pendel ertussendoor geschoven worden. Moet even voorzichtig uitgebogen. En daar past het precies in de ovale onderdelen. Het motorblok moet daartussen worden geplaatst. En ook weer geborgd natuurlijk. Het is inmiddels bijgeknipt en je ziet nu de werking van ook de pendel. Het elastiekje daar wordt verbonden met behulp van een paperclip. De voorkant komt erop. En dan komt aan de achterkant ook nog een klein tandwieltje. Dan gaan we verder met de voorkant van de wagen, waar een tandwieltje en een klein wieltje op komt. En dan kan het motorblok, het motorhuis, eraan vast worden gemaakt. Ook weer even zoeken naar de juiste verbinding. En daar moeten de hendels er precies tussendoor passen. Dus even wat moeizaam schuiven.
En als alles precies op zijn plek zit, dan kan het weer met behulp van wat prikkertjes worden vastgezet. Iedere keer weer keurig de prikkers bijknippen. En dan kun je al gaan proberen of het inderdaad functioneert. De stang van het stuur naar het stuursysteem. Een groot aantal wieltjes. En dan is dat de voorkant. Met behulp van een paar nokjes. En dat moet dan voorzichtig worden geplaatst, waarbij de stang door het oogje valt van het stuursysteem. En dan kan het dashboard er al op worden geplaatst. Een klein tussenwieltje en dan stuur erop en aan de zijkanten komen verbindingsstukken die de zaak goed stevig vastzetten. Het voorraam en als dat er ook op zit kan aan de andere kant ook dat verbindingsstuk worden gemaakt, weer even goed passen. Dat alle nokjes goed op elkaar zitten en stevig aanduwen. Aan de bovenkant komt nog een stukje wat opzij geduwd moet worden. En dan er nog eentje die daardoor ruimte maken om een stukje daarin te zetten. Die straks de haak gaat vormen om het dakje dicht te houden. En met behulp van prikkers weer flink stevig vastgezet. Het elastiekje op de juiste manier eromheen. Eerst door de haakjes en dan onderlangs, zodat die inderdaad verend werkt. Een paar grote onderdelen die straks aan de zijkant komen. Moeten met prikkers aan elkaar worden gemaakt. Ik ga de prikkers vaak vooraf even door de gaatjes halen om te kijken of ze passen. En aan één stukje moeten er kleine onderdeeltjes nog uit blijven steken. Weer netjes bijgeknipt zodat er niks meer uitsteekt en dan kunnen we aan een van de zijkanten al met kleine onderdeeltjes de zijkant afwerken. Er moet daar ruimte over blijven voor de hendeltjes die het opwindmechanisme al of niet blokkeren. En opnieuw een setje. Gelukkig is alles keurig genummerd. Dat kan er zo worden tussen geplaatst. En dan moeten er nog een paar van die plaatjes. En dan kunnen de kleine onderdeeltjes er weer aangemaakt worden. Moet nog een setje apart worden gemaakt met de prikkertjes, zodat het inderdaad een stevig geheel wordt.
En dan kan die er ook op worden geplaatst. Er moet nog zo'n setje worden gemaakt. Weer netjes bijgeknipt. En dan kan dat aan de andere zijkant ook gaan geplaatst worden met eerst de tussenstukjes. En nog een tweede setje. En dan kan dat onderdeel aan de andere zijkant worden geplaatst. De zijkant kan erop worden gezet. En dan kan de voorwand ook al worden geplaatst. Stevig aandrukken. Wel zaak om voor die tijd even te controleren of alles goed functioneert wat het opwindmechanisme betreft, want het wordt steeds moeilijker om daar weer bij te komen. De zijkant van de cabine staat ietsje scheef. Dan moet er een lange as worden gemaakt. Belangrijk dat al dat soort onderdeeltjes echt gecontroleerd zijn op onregelmatigheden. Even met wax bewerkt. Door een prikker er doorheen te douwen, wordt dat weer een lengte zodat het past. En dan krijgen we nog de onderdelen waarbij 1 een streepje staat, daar moet je even op letten. En aan die kant komt ook het tandwiel. Het achterdeel van de auto met ook wat tandwielsystemen. Moet goed makkelijk kunnen draaien. Het is de bedoeling dat het straks aangedreven wordt en dat het goed functioneert. Dus als de assen erin zitten, dan steeds even controleren of het goed draait. Alles op zijn plek en dan kunnen de verbindingsstukjes daartussen. Het draait. Er moet een onderdeel gemaakt worden waar de aanhanger aan verbonden kan worden. Ook hier met kleine stukjes prikkers. Waar de halve cirkel op komt. En een klein onderdeeltje, de verbindingshaak, ook weer middels prikkers versterkt met een extra rondje. Het schuifje komt daarin en dan kan de haak erop gezet worden. De afdekplaat
waar precies het nokje van het schuifje moet invallen. Door middel van een elastiekje wordt het verend gemaakt. En dan kan dat op dat achterdeel worden gemonteerd. Het elastiekje om de haak heen waardoor de aanhanger automatisch gelost kan worden of automatisch vastgezet. Een onderdeel wordt er keurig doorgeschoven en daar komt dan de achterwand op. Dat moet verbonden worden met de rest van de vrachtwagen. Daarbij moet gelet worden op de nokjes, maar ook op het tandwiel, dat die op de goede plek uitkomt. En pas echt stevig aandrukken als je zeker weet dat alles op de juiste plek zit. Een borgringetje en dan kunnen de zijkanten afgewerkt worden met de eerder gemaakte onderdelen. En dat gebeurt natuurlijk aan beide kanten. Als dan de pennetjes, de laatste stukjes, er nog worden ingeduwd, dan zit het stevig vast. Dakje erop. Daar komen natuurlijk de luchthorens bovenop. En dan maken we daar nog pennetjes in die zijkanten. Zodat het daar ook stevig verbonden is. Hulp houd je iedere keer om het stevig aan te duwen, om de vingers heel te houden. Voor het makkelijk instappen in de hoge cabine moeten wat trapjes worden gemaakt. En voor de andere kant natuurlijk in spiegelbeeld. Het trapje kan eraan gezet worden. Met behulp van wat scharnierachtige onderdelen kan dan het deurtje erin gezet worden. Past daar precies tussen en dan met behulp van een prikker wordt het draaibaar gemaakt. Er komen nog een aantal ronde onderdelen die weer aan elkaar verbonden moeten worden in de juiste volgorde bovenop elkaar. En die kunnen daar geplaatst worden. Er moeten daar nog wat extra prikkers in, waardoor het echt stevig vastzit. Een deel van de prikkers kan al geknipt worden, maar er moeten er ook twee overblijven waar
de rest van de ronden bovenop kunnen komen. En dan komt er een wieltje waar zo dik een scharnier overheen kan lopen. Ook een tweede scharnier. Dan kan daar de deur aan gemaakt worden. Moet natuurlijk aan beide kanten gebeuren. Voor de motorkap hebben we de voorkant nodig met een tweetal prikkers aan beide kanten en dan een aantal kleine onderdeeltjes. Dus een gepriegel om het op de juiste plek te krijgen. En niet eenvoudig om het heel snel in elkaar te zetten, dus echt een werkje waar je de tijd voor moet nemen. Er komen wat zijplankjes op die straks de verbinding maken met de rest van de houtjes en de bovenplaat die er precies in past. Als dan de prikkertjes eraf zijn, moeten er een heel stel onderdeeltjes opgemaakt worden. Als ze in de juiste volgorde klaar liggen, dan wijzigt het zichzelf. Vandaar dat het maar wat sneller is weergegeven. En als het goed is, dan vormen ze op die manier een behoorlijk glad geheel. En moet er nog even op gelet worden dat er een onderdeeltje inkomt die straks ervoor zorgt dat de motorkap wel of niet open kan. Prikkertje erdoor en dan met een elastiekje wordt dat verend gemaakt. De voorkant komt erop. Een paar prikkers als verbinding. Dan kunnen de zijkanten eraan. Even aan alle kanten goed aanduwen, ook vanuit de binnenkant, om het mooi vlak te krijgen. En bij de andere zijkant is dat natuurlijk hetzelfde. Door de prikkers erin te zetten, komt er een verbinding waar de wielkasten opgezet kunnen worden. Even zaak om een voorzichtig stukje voor stukje dat aan te duwen. Daarbij moet er ook op gelet worden natuurlijk dat het prikkertje niet aan de achterkant, aan de binnenkant, helemaal naar binnen schuift.
En als het keurig op zijn plek zit, kunnen de resten worden afgeknipt. Ook even aan de binnenkant controleren. Aan de andere kant is dat al klaar. En dan kan aan de voorkant nog twee onderdeeltjes. Het nummerbord. Ik gebruik hier lange prikkers omdat het met de korte wel een heel gepriegel is. En dan kan ik het beter even in tweede instantie afknippen. De voorbumper inclusief nummerbord erop. En dan zitten daar oogjes waardoor er met behulp van een prikker een draaisysteem komt zodat de motorkap er overheen gebogen kan worden. De ene kant is al verbonden en de tweede kant zit nu ook vast. En als het goed is, dan klikt die aan één kant vast. We gaan beginnen met de kap boven het elastieke huis. Weer een aantal prikkers als basis. En dan de plankjes met alle gaatjes waar zo direct de rest van de onderdelen in vastkomen. In de juiste volgorde even allemaal op de goede plek zetten. Er komt daar nog een onderdeeltje die straks als scharnier fungeert. Moet er even met een stokje worden gewerkt. En dan kan de rest van de onderdeeltjes erop worden gezet. En vervolgens er nog een keer waar een scharniertje aan moet komen. En dan kan die er schuin op worden gezet eerst en voorzichtig verbonden. De rest. En met behulp van een paar prikkers wordt ook het laatste stukje goed vastgezet. Het dakje kan met behulp van die scharniertjes worden vastgezet. En klik dan goed vast op de schakelaar. De wielen hebben allemaal ongeveer hetzelfde systeem. Met behulp van prikkers worden een aantal onderdelen goed aan elkaar verbonden. En als je de juiste volgorde aanhoudt, kan dat bijna niet misgaan. De achterwielen, daar zijn er 4 van nodig. Steeds stukje bij beetje aandrukken, net zolang tot het stevig zit. Maar als je te snel wilt, gaat het mis. Er moet wel opgelet worden dat het vierkantje recht tegenover het eerder geplaatste vierkantje zit. Dan moet straks de as doorheen. Wordt ook aangegeven met streepjes of puntjes. 4 stevige wielen. Ik heb voor de aandrijfwielen een stukje binnenband eromheen gedraaid, zodat hij ook op een gladde ondergrond wil rijden. Voorwieltjes erop
met een borgringetje. Een gepriegel om ze op de juiste plek te krijgen. Bij de achterwielen geldt hetzelfde. Het voorste wiel aan de achterkant heb ik gedaan met een stukje binnenband. Dat wordt aangedreven. En ook hier die borgpennetjes. En zo zijn alle wielen geplaatst. En kan die al gaan rijden. Maar natuurlijk zijn er hulpmiddeltjes nodig. En maken we er nog een paar accessoires bij. Op de achterwand komen we met behulp van een paar prikkers. Een soort tank. En met behulp van twee nokjes wordt er een schep vastgemaakt. Het trappetje. Ook hier weer prikkers. Het trappetje past op deze manier goed. De prikkers vooraf goed afgemeten. Bij deze heb ik eerst de trap in elkaar gezet, geplaatst en toen pas de prikkers afgeknipt. Voor de uitlaat zijn een heel stel kleine ringetjes die verbonden met prikkertjes een stevig geheel vormen. En die moeten dan maar een klein stukje op dat plankje worden geschoven. Bij de lange moeten de rondjes wel helemaal doorgeduwd worden. En dan kan het korte stukje daar over de lange worden geschoven. Er moet even opgelet worden natuurlijk dat het in spiegelbeeld gemaakt wordt. En dat de verbindingsnokjes aan de goede kant zitten. Op die manier kan het uitlaatsysteem worden geplaatst. We maken nog een paar spiegels. Die kunnen voorzichtig aan de deur worden vastgemaakt. En ook spiegels die aan de motorkap komen. We kunnen goed achteruit kijken. Helemaal achteraan komt nog een achterspartbord. En als die vast zit, dan is het product helemaal klaar. Met behulp van de haken daaronder kun je de pendel wel of niet aanzetten. De schakelaar om de motorkap open te draaien, daar zie je de pendel bewegen. De versnellingshendel staat nu in zijn vooruit en door de schakelaar naar voren te zetten kan het systeem worden opgewonden. In het begin zeker een klein stukje gebruiken en niet meer. Langzaam kan dat opgebouwd worden. En als dan de tweede schakelaar wordt omgezet, dan werkt het systeem prachtig.